Welcome to Miami, 47. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. Agent 47, ofwel Hitman, die loopt al best lang mee. Die heeft al heel wat games achter zijn kiezen. De laatste, die was opeens opvallend. Dat was opeens een game die in episode verspreid werd. Nou, los wat je daarvan vindt, het was wel een heel erg goede game. Maar het bracht de Deense ontwikkelaar IO Interactive ook een klein beetje in problemen. Want ze werden min of meer gedumpt door hun vaste uitgever Square Enix. Dump is niet helemaal het goede woord. IO Interactive mocht zichzelf vrijkopen en heeft dat dus ook gedaan en zijn vervolgens onder hoede van Warner Brothers een nieuwe versie van Hitman gaan maken die op de markt komt als Hitman 2. Nou, met die titel er is natuurlijk wat vreemds aan de hand, want er was al een keer een Hitman 2, namelijk Hitman 2 Silent Assassin uit 2002. Met deze titel wil IO Interactive aangeven dat dit vooral gezien moet worden als een vervolg op de reboot, die game die in episodes verschenen is. Nou, misschien wel de belangrijkste eigenschap van deze Hitman 2 is dat hij niet in episodes verspreid wordt. Het wordt gewoon weer één product dat op de markt komt met allerlei missies aan boord. Maar voor de rest is het eigenlijk toch wel heel erg veel hetzelfde. Het is dezelfde engine, dezelfde gameplay en ook hetzelfde uiterlijk. Nou, van die nieuwe game hebben we inmiddels twee missies gezien en gespeeld. Het zijn missies die ook in de persconferenties en in diverse trailers al voorbij komen. Een van die missies is een race in Miami op een circuit waarbij je twee mensen moet vermoorden. Eigenlijk een hele klassieke Hitman missie. De tweede missie die we gespeeld hebben, die is heel anders. Dat is een nieuw soort gameplay, een sniper mission, waarbij Hitman op een berg zit. In de verte ligt een of andere dure villa en er zijn drie targets die hij uit moet schakelen, waarbij hij alleen een sniper rifle heeft. En het leuke is, op het moment dat je één van je targets weet te raken, ontstaat de paniek, zullen de andere twee vluchten en heb je opeens nog maar heel even om je doel te halen. Someone's on to you. Lee has been eliminated. Good work, 47. 47, the targets are leaving the area. You must act now. Maison is moving fast. I think he's heading for an exit. De gameplay is gelukkig niet helemaal hetzelfde. Er zijn onder de motorkap toch wel wat kleine veranderingen die voor een beetje sniper, voor een beetje Hitman, sorry, best wel interessant zijn. Zo heeft IO Interactive spiegels ingebouwd. Nou, zou je denken, die zaten er al in. Nou, dat was ook wel zo. Maar nu zijn de spiegels ook echt werkend. Dat wil zeggen dat jij via een spiegel kunt zien wat er achter je gebeurt, maar anderen ook kunnen zien wat jij doet en daar ook rekening mee zullen houden. Dus je kunt wat minder makkelijk ongezien je werk doen als er een spiegel in de buurt is. Een andere verbetering is dat IO Interactive je wat meer feedback wil geven over wat je gedaan hebt. En dan vooral wat je in het voorgaande deel van de missie gedaan hebt. Want het kan best voorkomen dat je lang over een missie doet en een beetje vergeten bent wat je ook alweer precies allemaal gedaan hebt. Nou, wat er in deze nieuwe game komt is een soort picture-in-picture mode. Dus als er iets gebeurt, als er bijvoorbeeld een lichaam gevonden wordt van iemand die je uitgeschakeld hebt, maar niet goed opgeborgen hebt, dan krijg je daar via picture-in-picture een waarschuwing van, een beeld te zien van waar dat gebeurd is, zodat je wat beter je geheugen kunt raadplegen wat je ook weer precies allemaal uitgesproken had. Verder is er vooral in deze game heel veel meer publiek. Dat was al zo in de vorige Hitman, maar nu zijn het er nog veel meer. Als je bijvoorbeeld die race-missie neemt in Miami, daar lopen nu nou wel 2000 mensen rond. En daarbij is vooral ook het gedrag van dat publiek verbeterd. Ze zullen nu veel meer interactie hebben. Je ziet stelletjes die hand in hand lopen, om maar wat te noemen. En dat was in de vorige game nog niet het geval. En om daar nog even op door te gaan, er is ook vooral veel meer variatie in dat publiek. Dus je zult veel minder dezelfde gezichten zien.
Nou, ondanks dat er dus misschien niet zo heel erg veel vernieuwd is, ben ik vooral heel erg blij met het feit dat het weer gewoon één game is die niet uit episodes bestaat. En dat die al best wel snel komt, namelijk op 13 november verschijnt die voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One.